Stray zal de strijd om deel te nemen aan de verkiezingen niet zonder meer opgeven. Niet zomaar heten we Stray. Dit zegt de ondervoorzitter van de partij, Gulshan Alibux, naar aanleiding van het bericht van het Centraal Hoofdstembureau dat Stray niet heeft voldaan aan een van de wettelijke vereisten en als zodanig niet mag deelnemen aan de verkiezingen. Alibux betreurt het gebeuren, maar zegt dat de partij al enigszins hierop was voorbereid. Hij baseert dit op het feit dat het partijbestuur ervan bewust was dat Stray eerst ingeschreven moest zijn bij het onafhankelijk kiesbureau. Het probleem bij het OKB is echter dat de statuten die wij in 2018 hebben goedgekeurd, de president heeft het goedgekeurd, het is langs justitie en politie gegaan, het is langs Binnenlandse Zaken gegaan. Jammer genoeg is het langs het hele proces gegaan en niemand heeft aangegeven dat er twee kleine punten niet klopt. Maar dus de statuten zijn dus goedgekeurd in 2018. En wij hebben daarna feitelijk niet meer ernaar omgekeken, totdat wij afgelopen maandag zijn gaan inschrijven bij OKB. OKB heeft gezegd, oké, wij gaan de statuten ook toetsen. En ze hebben aangegeven dat de twee kleine punten niet in orde waren. En op basis daarvan zeggen ze, ze kunnen ons niet registreren. Dat hebben wij zaterdagochtend ontvangen, dezelfde dag waarbij wij naar CAS moesten gaan. Dus toen wij dat hebben medegedeeld gekregen, hebben we gelijk gezegd, oké, weet je wat, we moeten dan gelijk het proces voor statuutaanpassingen op gang brengen. Maar jammer genoeg is dat proces hetzelfde als de eerste keer. Dat is, je moet de statuten, de aanpassingen op papier zetten, dan moet je deze indienen bij justitie en politie. Dat wordt dan geaccordeerd bij justitie en politie en dan gaat dat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Alibux zegt verder dat de aangepaste statuten vandaag door het kabinet van de president zijn goedgekeurd. Ten tijde van het gesprek haalde Alibux aan dat de aangepaste statuten vandaag nog ingeleverd zouden worden bij het OKB. Volgens hem hangt het dus geheel van het Centraal Stembureau CHS af of ze terug zal komen op haar besluit. Ik weet niet of zij dat automatisch gaan doen, maar het bezwaar gaat dus richting CHS en de president. En feitelijk zouden ze moeten accepteren dat zij wel meedoet aan de verkiezingen. Omdat het proces eentje is dat een tijdje heeft geduurd en het kwam samen te vallen met de inschrijving bij CHS. Dat is feitelijk nu opgelost. Dus feitelijk zou CHS kan geen bezwaar meer hebben tegen het feit dat wij geen registratie hebben. Want OKB gaat ons moeten registreren. Oké. Maar gebeurt dat niet? Wat is dan jullie volgende stap? We hebben intern wel gesproken daarover. Maar aangezien we nog niet daar zijn, zullen we nog even geen uitspraken doen. Hopelijk begrijpen jullie dat wel. Ja. Maar we hebben wel gesproken over what if that doesn't happen. Maar we gaan ervan uit dat als men bezig is met behoorlijk bestuur, dat Stray wel mee gaat doen aan. Tot zover ondervoorzitter Gulshan Alibux van de politieke partij Stray, met wie we vanmiddag een telefonisch interview hebben gehad over het besluit van het Centraal Hoofdstembureau. Vooralsnog mag Stray niet meedoen aan de komende verkiezingen.